Maarten Tjalingi ontspant zich met zijn tweejarige zoontje Sven. Gisteren knalde hij nog over de kasseien in Parijs-Roubaix. De wielerklassieker met de bijnaam Hel van het Noorden. Ja, ik heb weinig geslapen. Ik denk dat ik nog een paar keer de koers gereden heb en zo. Maar ik voel me eigenlijk wel fit voor het weinig slapen en Parijs-Roubaix in de benen, zeg maar. Misschien komt dat morgen pas of zo, dat ik me dan slecht ga voelen. Maar... Je voelt je niet helemaal door elkaar gerammeld door al die kasseien? Ja, dat valt eigenlijk wel mee. En nu komt Tjalingi tot het besef dat hij toch wel erg dicht bij de zegen was. Hij had best durven sprinten tegen de uiteindelijke winnaar Johan van Zummeren, die op een leeglopende band reed. Ja, ook zonder aflopen had ik met hem willen sprinten natuurlijk, zeker in dit geval. Want ik denk dat ik gewoon de betere sprinter ben van de twee. En dus blijft Servaas Knaven uit Lobith de laatste Gelderse en Nederlandse winnaar in Roubaix, alweer 10 jaar geleden. Dankjewel Servaas, mooi gedaan. En heeft Tjalingi toch wel vrede met zijn podiumplek? Ja, dat is gewoon geweldig om op het podium te staan. Voor mij de bekroning van wat ik gedaan had. Dus ja, dat is echt geweldig. Zondag start Tjalingi in de Amstel Gold Race in Limburg. Maar dan zal hij vooral in dienst rijden van Aaltenaar Robert Geesink. En in Limburg liggen ook geen kasseien.